Goedemorgen allemaal, leuk jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag. Het is dinsdag 18 februari, wil ik zeggen. Augustus. Het is nu voor... 10 over half 12. En ik ga zo meteen weg. Ik heb namelijk afgesproken in de stad met Nina en Sid. Jongens, Starbucks is binnen. Ik heb een ijs, nog wat, ding. En ik loop nu op station. Ik ben met dit hier. Zonder naam. Zonder naam, ik ben naamloos. En ik ben met Nina, ook naamloos. Waar is de naam? Waar is de naam, Nien? Misschien moeten we hier een foto van maken en... Waar gaan we heen? Naar de stad. Hi. Maar wat? Hé, hey, wie doe ik na? Wie doe ik na? Vlog die niet meer online staat. Hé, hey, nou, lopen. We hebben net lekker gegeten bij Moeke. En Nina, vertel, wat is jouw idee? Om die kerk in te gaan. Ik ga die kerk niet in, hè. Voor de tweede keer. Ik blijf hier staan en ik ga jullie zo zeggen, hi. Niet voor het zingen in de kerk uitgaan, hè. Jezus, moet jij weer... Hij is echt een seksistisch persoon. Ja, dat. Nou, dat vindt hij, hè. Dat vind ik. Want anders dan zouden het wel naar, zeg maar, naar iemand anders zijn. Gemeene dingen en zo. Maar dit is ook niet zo. Lekker neuk in het biechthok. Oh, dat hoeft niet. Nee, mij niet bellen. Ik weet niet waar naartoe. Naar het parkje. Okay. Naar Afrika. I like the view. Sta je erop, ja? Kijk, ze hebben een meeting. Een heel veel fans. 1,5 meter, jongens. Nee, vandaag geen foto, geen film. Nee, vandaag niet. Morgen wel. Gaan jullie nog wat leuks doen? Want dit is heel saaie content. Nou, vandaag zijn we bij de kerk. Ik weet niet wat voor kerk het is. Leuk. Zijdergraag. Nee, nee, we moeten daarheen. Over de brug en dan naar rechts. Huh? Ja, dan kom je. Ik weet een leuk idee wat we kunnen doen. Hoe duur is dat? Ja. Volgens mij iets van 8 euro of zo. Dat heb ik niet meer. Ja, ik nog wel. Zullen we bowlen? Wat vind jij ervan? Gaan we bowlen? Hey, maar waar? Karrewiel. Waar is dat helemaal? Dat is op de paardenmarkt. Waar is dat? Vlakbij. Daar. Hierachter. Zullen we alsjeblieft gaan bowlen? Jongens, we gaan bowlen. Daar heb ik super zin, lekker smijten met die ballen. Ik kan helemaal niet bowlen. Dat is toch grappig? Dat is toch leuk? Hey, Sydney is inmiddels weg en we zijn nu aan het wachten hier zo. Want Nina gaat even paffen. En we gaan zo meteen gezellig bowlen. Nien, wie denkt er? Wie denkt je? Zo, hallo. Wie denkt je dat er wint? Nina of Jay? Nou, ik heb nog nooit gebowled. Laat even weten in de comments. Of doe een duimpje omhoog om, voor Nina. En een duimpje omlaag voor mij. Nee. Doe maar normaal. Commenten en we gaan zo lekker de ballen ingooien tegen de pionnen. Hey. En we mogen al onze agressie gebruiken. Dus dat is ook wel weer leuk, hè, meid? Voorbij. Nina, wat waren wij goed? Nou, ik heb heel veel pijn in mijn hand. Ja, kijk nou, heel mijn nagel lag er bijna af, had ik het idee. Maar Erik had 3 potjes gewonnen en Nina 1. Dus we waren echt goed. Licht. We hebben er 5 gespeeld. We hebben er echt een stuk of 5 gespeeld. Nou, de ene hebben we niet helemaal afgemaakt, dus die moeten we eigenlijk niet eens meetellen. Oké, 4 dan. We hebben er 4. Waarom ben ik onscherp? Wat is dit? Ben ik weer, mijn prachtige gezicht. Dus we gaan nu lekker naar haar. Ik ga Nina afgooien bij station E. En dan ga ik daarna gewoon weer lekker met de bikey naar huis. En ik heb een lamme arm. Maar dat is echt gewoon omdat we heel met die ballen hebben. Ja, maar die ballen waren ook zo aan die andere mensen. Die naast ons staat. Auw, struikel over die steen. Maar dan hadden wij elke keer van die 13 kilo ballen. Ja, maar dat was ook heel vervelend. Want letterlijk, ik had 9 en 10 kilo de hele tijd. En alsof dat vond ik al zwaar. Dus goed, ik spreek jullie... Ja, maar het was wel gezellig. Ja, en daar gaat het om, hè, meid? High five!
hele goede morgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Ja, woensdag. 19 februari. Februari. Augustus. En ik zit in de stad en ik ben met Kiara. We hebben net lekker even geshopt bij de H&M. We hebben dit hele leuke ballentasje gehad met Kiara de trui. Maar we zitten hier niet zonder reden. We zijn hier omdat wij zo meteen de trein gaan pakken richting Zandvoort. Want wat hebben we vanavond? Optreden. Jee, we gaan zingen live. Dus we zijn onze stemmetjes aan het opwarmen. La 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 la. Nee, we gaan onze grote vriend weer zien. Namelijk Kai van de Voort. En we zijn er dus voor uitgenodigd. Super zin in. Ja, ik weet niet hoe het gaat zijn, maar het is in het Beach Clubhuis van Corandon. Dus dat wordt super gezellig. En het concert duurt letterlijk maar 3 kwartier. Dus eventjes onze dansmoves oefenen en zo. Hey. Oké, jongens, we hebben het gehaald. We zijn in Zandvoort. We hebben er echt een uurtje over gedaan om hier te komen. Ik ben eigenlijk nog nooit in Zandvoort geweest. En het is letterlijk een soort, ja, strand, maar het is zo cute hier. Het is zo leuk, jongens. Kijk nou. Hoe cute! En nu moeten we even gaan kijken waar we nou precies heen moeten. Maar ja, het ligt ook echt aan waar jij een drankje wilt doen of iets lunchen wil of zo. Oh, dus zullen we gewoon naar de boulevard lopen? Ja, ga op richting. Ja? Prima. Hoe leuk vind jij het, Kiaar? Gezellig. Alleen, je moet niet zo hard lopen. Ja, ik ben het gewend om even harder te gaan lopen. Maar Kiara loopt natuurlijk op krukken, dus dan gaat het wat minder. Hè? Dus ja, we gaan even een plekje zoeken waar we gaan lunchen of eten of drinken. Vooral drinken, want echt mijn bek droogt uit. Zin in een snack. Snackie. En naar een avondeten en dan vanavond die show. Joehoe. Nou, cheers, meid. Cheers. Meid, wat is dit? Heb je iets gevangen? Nee. En ik heb dit, een kaaspannenkoek. En jij hebt patat met dit hangding. Nou, bon appetit, meid. Ja. Oké, okay, we hebben net lekker gegeten bij de Zeerovers. Het was echt super lekker. Ik had een pannenkoek met kaas. Kiara had een soort van stik op een plateau. En ik heb me inmiddels omgekleed naar deze trui. En het leuke jasje voor het optreden. Want we gaan niet zelf optreden, want wij kunnen totaal niet zingen. Maar oké, okay, we gaan naar het optreden van Kai van de Voort. En daar heb ik super veel zin in. Lekker ook weer in leuk in beeld. En Zeerovers is... Ja, maar echt. Ze hebben hier achter een fotoshoot. Ik had echt net bij zijn dat ook. We hebben net gegeten bij de Zeerovers. Echt het personeel daar. Het was super aardig, vriendelijk en zo. Kiara heeft inmiddels ook zich omgekleed in een fluweel trui. Kijk haar. Fashionable op de hoofd. En weet je wat ik echt haat ook? Die meeuwen, die vliegen overal. Ik ben ook de hele tijd aan het kijken of die niet op mijn hoofd poept of zo. Maar goed, we gaan naar het Corandon Hotel Beach House. En daar gaan we partyen. Het is al laat. Ze ziet mij niet staan. Heb op de blauwe ogen. En ze heeft haar geen lachen. Ze doet niet.
zijn oversteekt. Simpel als dat, 1, 2, 3, is zo simpel als ABC. Een je in mijn hoofd zit B, als een melodie daar dan, da 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 da. 1, 2, 3, is zo simpel als ABC. In mijn hoofd zit B, en het houdt niet op, jij hoort bij mij. Spijt me lieve schat, dit is een one night stand. Hoek jij ook iemand anders als je weet wie ik ben. Sorry lieve schat, dit blijft een one night stand. Geloof me, wees me dankbaar, beter dat je mij niet kent. Ben real met je, real met je, ben real. Ik zal er altijd voor je zijn. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zaterdag, het is zaterdag 22 augustus. Ik heb me al helemaal klaargemaakt, ik ga zo meteen weg. Ik ga namelijk een paar dagen, dus eigenlijk vandaag, morgen en overmorgen, ga ik met mijn ouders naar Maastricht toe. Een soort van mini vakantie, nog voor mijn stiefvaders verjaardag. Ik heb mijn tas ingepakt, die staat nu daar. Ik heb dit aan, deze trui met die vlammen, zeg maar, die ik in Haarlem heb gekocht, met Panini erop. De broek ook van Haarlem en dan heb ik het afgetopt met mijn fans. Echt super leuk. Ik moet dan even een extra SD-kaartje meenemen, want anders heb ik niet genoeg ruimte om te filmen. Ik neem mijn laptop ook mee, want natuurlijk maandag is voor mij een uploaddag. Dus ik wil wel die vlog lekker online hebben en anders komt die een keer later online als het niet redt. No pressures to me. Dus ik neem jullie mee in dit hele gezellige tripje. Let's go! Oké, we zijn ze aangekomen in het hotel. We slapen in het Montessierre, nog wat in Maastricht. Superleuk. En ik ga jullie even een roomtour geven, want de kamer is super cute. Oké, als je de kamer binnenkomt, is dit het eerste wat je ziet. Maar daar gaan we niet heen. We gaan hierin. Dit is de badkamer. Super cute. Met regendouche, wc. Nou, dit hele leuke bad. Hoe noem je dit? Grootste heen. Spiegeltje. Hey, dan ga je hierheen. La 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 la. Dan heb je dit kamerscherm. Lekker vintage. Oh my god, dit zijn allemaal mini billen. Ik ga stuk. Hier, nog een spiegel. Hi. Nou, dit hele mooie kastje met stereo. Of stereo, een box. Koffie, thee. My glasses. Cover. Zoals. Dan is dit het bed. Super cute. TV'tje, super schattig. Deze is de schouw. En dan gaan we hierheen, dan gaan we hierheen. Dan gaan we hier, gaan we hier, dan gaan we hier. Dan is dit ons uitzicht. I like the view. Dit was onze kamer. Oké, wat we dus nu gaan doen is, we gaan nu de stad in, toch? Ja. We gaan de stad in. Dus, ik ga jullie gezellig meenemen vandaag. Ook een bijpassende broek, dus die heb ik ook gekocht. Ik heb hem niet gepast, maar dat is juist het chillen als je in een hotel zit, dat je dan je broek of je kleding eigenlijk in de hotelkamer kan passen en dan vervolgens terug kan brengen als het niet zou passen. Dus dat is een hele mooie witte broek, maar die laat ik dan morgen even aan jullie zien. Ik denk dat die morgen aan gaan doen in verband met leuke foto's maak op Instagram. Dus volg me nog niet op Instagram, dan zal nu de username ergens in beeld staan en anders in de beschrijving. Ik ga nu naar de kamer van mijn ouders, want ik ga nu met Kaap eten halen. Dus, yes.
zoals je kan zien, lig ik in bed. En Quinty staat daar voor het raam te chillen en video's te maken. We zijn hier ondertussen ook tv aan het kijken. Kijk even hoe leuk. En ondertussen heb ik vandaag ook bij Kruidvat een nieuwe lippenbalsem gekocht. Namelijk deze. In de geur kokos. Yes, daar is die. Heel lekker. Het is nu even kijken. Het is nu 10:30. En we gaan zometeen slapen. Dus ik zie jullie morgen weer. En ik kijk de hele tijd in het schermpje. Dat mag je niet, hè? Hey, goedemorgen. Het is vandaag zondag. Het is zondag 23 augustus. We zijn wakker geworden in het al te leuke Maastricht. Kijk even hoe cute. Cute patoei. Raampje. En jullie staan nu eventjes hier. Ik ben me ondertussen aan het omkleden. Ik ben mijn schoenen aan het aandoen. Ik laat jullie zo even mijn outfit zien. Want mijn outfit is echt stunning as fuck. Maar ik ga er ook nog foto's vandaag mee maken. We gaan vandaag shoppen. We gaan wandelen volgens mij. En we gaan foto's maken voor Instagram. Dus daar heb ik super veel zin in. Het wordt echt een hele leuke dag vandaag. En ik neem jullie natuurlijk uiteraard mee. Oké, dit is de outfit van vandaag. Ik draag deze H&M trui met van die hele leuke vlammetjes. Dan draag ik deze witte broek. Die heb ik vandaag of gisteren eigenlijk gekocht. En hij heeft een soort flare-achtig iets. En er overheen gaat ook nog dit witte jasje. Dan heb ik eigenlijk een soort van pak. Dus dat is super leuk. We gaan zo meteen lekker ontbijten. We weten alleen nog niet waar. Maar in de stad. En ja, het wordt echt een super leuke dag. Dus yes. Okay, we zijn dus nu buiten aan het lopen. We zijn op zoek naar een leuk ontbijttentje. En dat is best wel lastig om te vinden, want er is zoveel keuze hier. Heb je zin in pannenkoeken? Heb je zin in tosti's? Heb je zin in een croissant? Heb je zin in een chocobroodje? Je kan het allemaal vinden. Dus dat gaan we nu even zoeken. Mijn tas die zakt de hele tijd van mijn schouder af. Dat is juist het nadeel van het hebben van zo'n jasje. Dat je zeg maar je tas de hele tijd ervan afschiet ofzo. Maar goed, we gaan lekker ontbijt zoeken. Zijn we weer thuis. En nou, thuis in de kamer. En we hebben lekkere donuts gehaald bij Monkey Coffee. En ik heb een latte macchiato ijskoffie met banaan. En dat is deze. En ik laat jullie even de donuts zien. Want die liggen op bed. Hier de Hakuna Matata banana ofzo. Red Velvet, chocolate, iets met Ferrero Rocher. Kinder Bueno. Kinderchocolade dingen. En nog een Red Velvet. En dan hebben we hier de vloggy van Mootje. Dus wij gaan dit lekker oppeuzelen. En lekker chillen. Oké, en inmiddels zijn we een paar uur verder. Mijn zus zit in de kamer hiernaast voetbal te kijken. Met mijn ouders. Want de Champions League is iets bezig. En ik volg geen voetbal. Dus ik ben hier lekker aan het chillen. Ik was net de vlog die jullie nu zien aan het bewerken voor een groot deel. En we gaan zometeen eigenlijk nog een, denk ik, het terrasje op. Niet 100% zeker is dat. Maar het is nu 9:30. Ik ga denk ik zometeen ook nog heel eventjes in de badkamer even douchen. Waar doe je dat anders? Like, niet in de slaapkamer. Dus dat. Ik loop nu hierheen, want hier is de donkere badkamer. Super cute. Look at myself vlogging in the mirror. Wat ik ook wel heel erg leuk vind is dit kunstwerk. Vet pretty. Zijn allemaal mooie gouden blokken en zo. Vet cute. Dus ja, ik heb er echt zin in en zo. Om lekker vanavond voor de laatste avond in dit bed te ploffen. En lekker te gaan chillen. Oké, ik loop op de gang en ze draaien dit soort muziek. Ik loop niet naar mijn ouders. Ik slaap hier.